De gemeenteraad die heeft besloten om voor de zogeheten variant 4 te kiezen. Dat houdt in dat de hoogspanningsleiding die nu door de stad heen loopt, onder de grond gaat, maar ook nog eens een keer buiten de stad om. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Er is inderdaad een deel dat nu ondergronds gaat. Dat is vooral het binnenstedelijke gedeelte. Daarvoor is er ook een regeling van het ministerie en ook de provincie. Die betaalt een fors bedrag mee. En dat zorgt ervoor dat we vooral dat binnenstedelijke gedeelte dus onder de grond weten te brengen. En in 2018 is er een motie geweest. Ook bewoners van het Tusveld die bij de gemeenteraad hebben gepleit van nou, kunt u het college aansporen toch eens te kijken of we van die combinatie van regelingen als het ware gebruik kunnen maken om die hoogspanningsleiding onder de grond te krijgen. Nou, en nu is het zover dat 80% door het ministerie wordt betaald, 10% door de provincie en de resterende 10% die is voor de gemeente. In het verleden is er een petitie geweest en die indieners van die petitie die heb ik ook vorig jaar nog eens een keer tijdens een politiek beraad gezien. Nou, die waren natuurlijk ook enthousiast hè, dat er toch ook door die motie weer opnieuw aandacht voor het vraagstuk komt. Nou, en het mooie is dat niet al te lang geleden de gemeente Almelo expliciet in de wet is aangemerkt als een gemeente die aanspraak kan maken op een landelijke pot geld. Nou, en dan wordt het natuurlijk heel interessant. En nou ja, dan ga je onderzoeken en met elkaar verkennen. Nou, en ook de netbeheerder, Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, die hebben we daarbij betrokken. Die hebben onderzoek gedaan, die hebben verkend. Nou, en uiteindelijk komt dit plaatje eruit. Een gedeelte van de hoogspanningsleidingen die lopen nu bijvoorbeeld door het Nijrees. En ja, daar heb je aan beide kanten woningen. Daar middenin, ja, daar is een stuk gras en daarboven lopen die leidingen. Nou, dat gaat dus straks daar weg. En dat betekent dat je nou, in die zin een boost krijgt op het gebied van leefbaarheid. Visuele aantrekkelijkheid van dat gebied. Het gaat er mooier uitzien. Maar ook juist doordat je om de stad heen gaat met die leidingen. Nou, als er al sprake is van bepaalde gezondheidsrelaties met die hoogspanningsleiding. Want dat staat niet onomstotelijk vast. Maar dan is dat een extra reden om te zeggen, nou, op het moment dat je buiten de stad om hebt. Nou, ben je van al die zaken ben je gevrijwaard. Dus wij zien alleen maar voordelen. Wij hebben nu een voorstel bij de Raad neergelegd om eerst een basisontwerp te maken. Daarvoor hebben we, zoals dat dan zo mooi heet, een voorbereidingskrediet gevraagd. Dus dan vragen we geld om onderzoek te kunnen doen. En dan komen we op een later moment naar de Raad om echt die totale investering bij hen te vragen. Om daar geld voor te vragen. En dan krijgen we een gedeelte terug van de provincie en de Rijksoverheid. En in totaal gaat dat om een bedrag van ruim 14 miljoen. En is het voor de gemeente Almelo een dikke miljoen, 1,4 miljoen ongeveer. Maar dat kunnen we over 40 jaar kunnen we dat uitsmeren in de tijd.